50 vrouwen, 50 verhalen in één boek, Lef 5. Welkom bij Lef 5. Vandaag zit ik hier met een van mijn favoriete personen en dat is Henriette van Dort. Ze is een executive coach en zij werkt met mensen die andere mensen heel goed vinden en zien als heel goed, maar die niet overtuigd zijn van zichzelf dat ze dat zijn. En dat vind ik natuurlijk wel zo mooi, dat zij juist mensen hun kwaliteiten en hun talenten laten zien en laten zien wie ze echt zijn en dat ze er zijn verschil te maken. Zeg ik dat goed? Ja, ik had het niet beter kunnen zeggen, Lucinda. Echt waar. Ja. En daarom ben ik dat jullie er. Ja, nee, absoluut. Ja. Ja, ik laat je graag in die rol. Ja. Nou, dat mag ook andersom. Ja. Wat ik zo leuk vind is, en dat meen ik echt, ik zei het al in ons voorgesprek, ik hou van de... wat jij voor mij hebt, is de rust, de reflectie. En je bent natuurlijk wel iemand die goed nadenkt. Het is alles wat ik niet doe, zeg maar. En dat maakt dat als ik bij jou op de bank zit, dan zie ik de kant wat ik anders niet zie. Is dat ook waarom mensen bij jou komen? Ja, en ik proef ook altijd een honger bij jezelf van... Laat me anders naar mezelf kijken, dat klopt wel. Vanuit andere kanten ook naar wie ik ben. Want ik kijk eendimensionaal misschien wel naar mezelf, of misschien via twee kanten. Maar net die andere kanten erbij pakken, het kan een schaduwzijde ook wel zijn, maar zeker de lichte kant. Ja, ik denk wel dat ze daarvoor ook bij mij komen. Ja, ja, hè? Ja, ja. Hoe komt het nou? Ik zei het natuurlijk wel, dat mensen, anderen vinden ze goed. Ze hebben al topfuncties. Ze hebben bevestiging dat het helemaal goed zit. En toch is het gevoel hier, ik ben nog nergens en ik ben niemand. Waar komt dat vandaan, Henriette? Ja, dat is een vraag die ik ook veel stel. En ook wel aan de mensen zelf stel natuurlijk. Ja. En ik denk wel dat het ook gekomen is vanuit het verleden. Dat vaak zie je, die ik begeleid of coach... zijn mensen die vaak een overlevingsinstinct hebben, heel sterk zijn als persoon, ja. En dat ook uiten, en ondertussen een heel klein kwetsbaar ding hebben. En dat kan zijn over emoties die niet helemaal ontwikkeld zijn, of altijd is gezegd van, nou, je mag je intellect, je bent niet beter dan een ander, de echte kop boven het maaiveld, dat doen we niet, uitsteken. Dat zijn van die thema's die zo serieus zijn genomen, dat wat dat betreft... zijn ze die koers gaan varen en ja. Mensen herkennen dat ze goed verantwoordelijkheid nemen, veel aan kunnen, oplossingsgericht. Ja. Daar worden ze heel veel voor gevraagd. Toch denken ze elke keer weer van, ja maar, je moest eens weten. Ja. Ja. Nou, als ik dit zo hoor, dat heeft natuurlijk wel ongelooflijk veel raakvlakken met imposter syndroom. Maar mensen willen daar toch niet over hebben, daar willen we het toch niet over hebben. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen op een gegeven moment ontdekken dat ze het wel waard zijn, dat ze het wel mogen accepteren, dat ze mogen gaan staan in dat een balans is? Want nu is het een disbalans. De ander vindt je goed, je presteert goed, maar zelf heb je een minderwaardigheidscomplex. Echt, is het dat? Ja, dat is erg goed, om te zeggen, maar dit is wel waar. Ja. Ja. En dat minderwaardigheidscomplex... Dat betekent dat je eigenlijk, ook al is er een enorme applaus voor je, en mensen zeggen wat goed, 10 punten uit 10, je komt nog steeds naar huis, maar ik ben niet goed genoeg. Ja. Hoe zorgen we ervoor? Want ik weet dat er heel veel mensen, mannen en vrouwen, absoluut. Leiders vooral, leiders aan de top. Mensen in de top van organisaties, want die drang hebben ze wel, die pushen zich wel zo ver. Maar jij hebt dus wel te maken met leiders. Is dit een thema? Wat heel dichtbij komt voor jou? Ja, dit is een thema wat ik zelf denk ik ook heb. Of dat ik ook heb. En het doet me ook wat om te zien dat mensen op posities zitten. Dat ik denk van, wow, er wordt zoveel van je gevraagd. En eigenlijk word je niet echt gezien. Nee. In je totaliteit wie je bent. En eigenlijk welke hulp je nodig hebt. Of welke hulpvraag je ook hebt. Ja. Je moet altijd voorop, je moet de rest meenemen, enthousiasmeren. Ja. En wie neemt jou mee? Ja. En hoe word jij gezien? En het kan niet anders dat je ook nog wel wat andere onderwerpen hebt. Dat je denkt van, nou, daar ben ik nog helemaal niet klaar mee. Of daar word ik onzeker van.
En die durf om te, misschien wel ook kwetsbaar te zijn, maar ook te vragen. Mm. Vaak omdat ik en anderen het niet hebben geleerd om te vragen, omdat je ging. Yes. En dat heeft eigenlijk best wel veel lef en moed, dus daar word je ook voor geprezen. Maar het zijn die andere kanten dat je denkt van, oeps, oké, dit gaat gewoon niet lukken zonder de hulp van een ander. Ja. En dat zie je heel veel terug, ook op, in leiderschapsposities. Ja, en mensen. Jij bent executive coach. Ja. Dat is toch wel echt het hoogste niveau van coaching. Dus vindt mensen het nou niet eng als je de kamer binnenloopt en je doorziet ze? Hebben ze dat gevoel niet? Nou, ik hoop het niet eigenlijk. Nou, vaak komen ze wel van, ja, maar Harriet, jij hebt de oplossing. Nou ja, heb je van die mooie, dan is de coach. Nee, de oplossing ligt in jezelf. Ja. Maar het is wel zoiets van, dat ze misschien ook wel verrast zijn. Ze vertrouwen me ook en ze vinden het heerlijk dat ik resultaatgericht ben. Want dat zien ze ook op mijn website en dat zien ze overal. Precies. En ze zeggen, we moeten wel ergens heen. En ik neem wel de tijd om naar mezelf te kijken. Ja. En dat vinden ze ook wel lekker, maar vinden ze ook wel spannend soms. Ja. Ja, maar weet je, ik kan me zo goed voorstellen dat, ik ervaar het al ook nu, hè. Door naar jou te kijken en te luisteren, word je al meteen geconfronteerd met jezelf. Want je maakt jezelf niet zo groot dat ik verdwijnt in jou. Mm. Je geeft mij de ruimte en dat is eigenlijk een soort, dat is wie je bent. Dus dat is al een hele, ja, voor mij een mooi compliment aan jou toe, maar het is wel iets wat je waar maakt. Executive coaching. Als je toch leider bent, dan heb je toch echt geen coach nodig. En vooral niet een executive coach. En kom op, we zijn hier in Nederland. Gewoon gaan, je ding doen en je niet aanstellen. Want we zijn natuurlijk wel een aanpakvolk. Absoluut. Dus op welk moment, wat gebeurt er nou? Ik kan natuurlijk al de nut zien van jou. Ik zie dat. Juist omdat je precies het tegenovergestelde bent van de extroverte leider, die we koesteren. Is dat ook waarom mensen zeggen van, Henriette, je werkt natuurlijk wel met de beste. Ja, en ze komen vaak ook met een praktische vraag. Van, Harriet, ik wil naar een hogere positie en hoe kom ik? Ik voel belemmering in mezelf. En wil je met mij verkennen wat het is? En, en hoe ga ik toch wel die strategie aan om wel naar een hogere positie te komen? Ik heb een directeur die je begeleidt en die wil eigenlijk naar raad van bestuur. En ja, dan blijk je gewoon mens te zijn met je vragen. En dus het zijn praktische vragen vaak. Mooi zeg. Ja, en dat heb ik wel meer. En dat, vaak komen ze toch echt wel van, Harriet, ja, mijn directie ziet heel veel meer in mij, de board. Oh, ja, ik snap het. Maar ik zie het zelf niet. En hoe ga ik daarmee om? En hoe laat ik mezelf meer zien? Want dat is dan vaak wel zo. Ja. Ze vinden me arrogant of autoritair of heel erg zelfbewust. Jeetje. En een hoop labels zeg. Ja, absoluut. En hoe laat ik me toch mezelf zien? En mag ik mijn eigen ambitie, mijn eigen koers varen? Ja. Want vaak hebben ze een andere koers en andere ideeën daarover. En dan denk ik van, oh, kom maar op. Dat vind ik zo interessant en zo leuk. Ja. En het is gewoon gaaf om daarover in gesprek te gaan. Maar dan ben je ook tegelijkertijd iemand die jouw eigen koers vaart. Jij bent, de misvatting is dat je bescheiden bent. Want dat ben je niet. Na een paar minuten is dat een foute label. En je snapt natuurlijk wel, je bent gewoon iemand die goed nadenkt. En die heel goed kijkt naar alle zoveel mogelijk perspectieven. Absoluut, ja. En de vergissing is, ook dat is bescheiden. Want dat is het helemaal niet. Ik heb dat nooit kunnen vinden bij jou. Maar jouw commitment en je dedication en jouw kijk, dat vind ik gewoon fantastisch. Zijn het veel complimenten? Nee, ja, ik vind het mooi om te horen. Ja, maar ik geef echt terug wat ik zie. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk wel al wat langer. Ja. Dus ook natuurlijk niet voor niks en niet zo gek uiteraard. Maar deze mensen, komen ze dan ook, leggen ze het ook af? Kunnen ze het ook loslaten in dat proces met jou? Kunnen ze dan ook daadwerkelijk zichzelf accepteren en verder gaan en verlossen daarvan? Ja. Ja, en er zijn een paar voorbeelden. Ik heb er pas over geschreven, een blog geschreven.
En er zeiden mensen tegen mij van, Harriet, ik herken mij in het verhaal. Ja. En het ging helemaal niet over hun, maar ze herkenden het. En dat was zo mooi dat de ene zei van, oké, als ik op zo'n positie moet zitten, dat betekent het soms dat ik gewoon echt in die boksering moet gaan staan en gaan knallen. En het gevecht aangaan. Mm. En daar kies ik dan voor, terwijl ik daar eigenlijk een hekel aan heb of eigenlijk niet wil. Want ik denk van, waarom? Want ik doe altijd win-win en samen. Ja. Maar dat betekent gewoon op zo'n positie heb ik dat gewoon te doen. Ja. En deze persoon, die volg ik ook al een paar jaar. En zij, ik coach je wel vaker dan, ook gedurende jaren. En ze zegt van, Ariët, ik begin het spel te spelen en ik vind het leuk en ik geniet ervan. Yes. En ik kom zelf meer tot bloei. Ja. En de ander gaat me meer snappen. Ik kom veel eigenlijk meer. Ja, ik laat zien wie ik ben. Ja. En het zit er dus wel in. Oh, maar dit vind ik mooi. Als je dit zegt, dan denk ik, er zijn zoveel vrouwen die, die opbranden, die afknakken. Die afknappen, die het niet meer, het spel kan, het vermoeiende spel kan spelen. Ja, ja. Maar hoe heerlijk is het als ik jou naast me heb? Weet je, het is een stuk reflectie. Het is me scherp houden op de dingen. Dat ik niet mezelf verloochen, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Dat ik niet een weg opgaat waar ik helemaal niet moet zijn. Nee. Dat is toch wel heerlijk eigenlijk. Ja. Nou ja, vaak zie je ook van, hoor ik van, ja, de directie wil me op zo'n positie hebben. Mm. Maar ik wil het gewoon niet, dus ik ga die koers doen. En gewoon ook het gevecht aangaan in een organisatie met verschillende boardleden, met directieleden. Ja. Van ja, als je me wil hebben, dan krijg je dit en niet iets anders. Wow. En ja, ik probeer ze wel te helpen om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Want dat vind ik ook wel heel gaaf. Okay. En dan hoor ik de stemmetjes achter mij van ja, als coach moet je niet sturen. Maar het is wel heel gaaf als dat gaat gebeuren en dat het wel uit zezelf gaat komen. Dat ze denken van ja, cut the crap. We gaan dat gewoon doen. Ja. Ik ga gewoon mijn koers, wat ze ook over me zeggen. Ja. Ja. Oh, ik weet precies wie ik moet hebben als ik denk van ik wil een andere richting in. Dat ben jij dus, hè? Ik wil jou enorm bedanken. Ik hou van jou, van je rust, van jouw gedachtegang. Maar ja, ik ben zo biased, hè. En ik dank jou voor het kijken. Ik hoop dat je in ieder geval tot een denken hebt gezet. Dat is toch wel het mooiste wat er is. Overigens, het verhaal van Henriette is in het boek Lef5 uiteraard. En hieronder in beeld zie je haar website, waar het boek uiteraard ook te koop is. Nou, ik dank je voor het kijken en tot de volgende keer. Dank je.